Welkom terug bij de Code Conceptbuilders. De laatste hand wordt gelegd aan het stuurprofiel. Er worden stukjes afgeknipt. De profielen worden in 45 graden geknipt, soms ietsje meer. En u ziet nu hoe het laatste stukje stukstop, stuurprofiel, op het plafond gemonteerd wordt. Dit zijn de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om een hele mooie strakke lijst om een gestuurd door het plafond te maken. En wat ik al in eerdere specials zei, laat eerst het stukwerk heel goed drogen. Wat hebben wij gedaan? We hadden natuurlijk eerst de kachels gemonteerd. Ik zeg het verkeerd, we hadden eerst de radiatoren afgemonteerd in het hele huis. Want ja, wat is lelijker dan stukken doren achter een radiator, omdat je nou kunt zien dat het eigenlijk nog half afgewerkt is. We hebben nu alle radiatoren na stukken doren teruggeplaatst, CV-systeem ingevuld, alles goed laten drogen. En nu is het moment gekomen dat de stukprofielen op het plafond gemonteerd kunnen worden en dat er volgestreken kan gaan worden. Als je niet voorstrijkt, zal het stuk niet op het andere stukwerk blijven zitten en zal het er vanaf vallen. Misschien wel een tijdje, maar uiteindelijk gaat het fout. Kleine tips, maar het bespaart een hele hoop ergernis. Blijf ons volgen op YouTube of bezoek onze website en vind daar nog veel meer informatie over bouwen en verbouwen. www.aannemerinamsterdam.nl. En ons bedrijf heet Total Concept Builders. Dank u wel.